Albert Einstein leek misschien wel wat op een hippie met die uitgestoken tong en zo, maar hij heeft wel de strengste maximumsnelheid van het universum ingesteld. Niks mag sneller dan licht, 299.792.458 meter per seconde. Maar maximumsnelheden zijn er natuurlijk om overschreden te worden. Dus je neemt een raket die met de helft van de lichtsnelheid door de ruimte scheurt, en van daaraf neem je nog een raket die net zo hard kan. De helft plus de helft is immers de volle lichtsnelheid. Maar dat valt tegen. Op je kilometerteller haal je maar 80% van de lichtsnelheid. Je kijkt in de handleiding. Einstein geeft twee garanties. 1. Het maakt niet uit hoe hard u gaat, u kunt altijd rekenen op precies dezelfde natuurwetten. En 2. De lichtsnelheid is voor iedereen gelijk. Hoe kan dat nou? Stel je gaat terug naar raket 1 en je doet je zaklamp aan. Hoe kan dat licht nou precies even snel gaan voor raket 2? En dan pas zie je die kleine lettertjes. PS, ruimte en tijd kunnen enigszins vervormen om mijn beloftes aan u waar te maken. Dit is niets om je zorgen over te maken. Je kijkt opzij en inderdaad, ruimteschip 2 is gekrompen in de lengte en als je door het raam op de boordklok kijkt, gaan de seconden er ook een stuk langzamer. Uit hun ruimte, in hun meters en seconden gerekend, gaat dezelfde lichtstraal nog steeds 299.792.458 meter per seconde. Albert's beloftes blijven overeind. Maar als elke raket zijn eigen meters en seconden heeft, dan moet je de snelheden ook heel anders bij elkaar optellen. Dus daarom haalt raket 2 maar 80% van de lichtsnelheid. Raket 3 komt op 92,8% en raket 10 op 99,997%. Je komt steeds dichterbij, maar nooit haal je helemaal de 299.792.458 meter per seconde. Dus daarom steekt Einstein zijn tong uit.